Op 18 en 19 september vinden de algemene politieke beschouwingen plaats in Den Haag. En zoals ieder jaar reikt ook dit jaar het Nederlands Debatinstituut weer de jaarlijkse debatprijs uit aan die fractievoorzitter die het beste debatteert. En in deze video gaan we kijken naar de mastodont, maar wel een gevreesde, van de PVV, Geert Wilders. Als er op dit moment iemand in de Tweede Kamer is die ervaring heeft met algemene politieke beschouwingen, dan is het wel Geert Wilders. Veruit de meeste ervaring. En ook wel de meest gevreesde debatopponent door vele mensen. Vooral omdat hij ongelooflijk en ongenadig hard kan uithalen naar zijn opponenten. Politici als Job Cohen en Jolanda Sap zijn in het verleden door hem kortkrachtig, maar ongelooflijk hard en doeltreffend in de hoek gezet. Wil je bij Wilders interrumperen, dan moet je echt van goede huizen komen en zeker zijn van je zaak. Daarnaast heeft Wilders een droompositie. Hij mag namelijk als allereerste spreken, omdat hij de grootste oppositiepartij is. En dat is een gigantisch voordeel. Want als je dan iets nieuws of iets indrukwekkends of iets spannends weet te zeggen, dan kan je daar de hele dag het nieuws mee domineren. Kortom, een droompositie. Tegelijkertijd is er ook een valkuil van Wilders. En dat is dat hij er al zo lang zit en al zo vaak gechoqueerd heeft, dat het misschien toch ook een beetje een grijze plaat begint te worden. Vorig jaar haalde hij bijvoorbeeld snoeihard uit naar Kuzu van Denk. Zie hier het fragment. En ik zou tegen de heer Kuzu willen zeggen, rot zelf lekker op. U hoort hier niet thuis. U bent het vergif van deze samenleving en van deze democratie. Dit is ons land. Dit is niet uw land. Uw land is Turkije. Dit is Nederland. Wegwezen, meneer Kuzu. Vond je dit nou een leuke en interessante video? En zou je meer video's willen zien, bijvoorbeeld van de andere fractieleiders, of tips over hoe jij zelf nog beter zou kunnen debatteren en argumenteren? Dan kun je je hierboven abonneren op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debatinstituut. Maar je kunt ook hieronder je comments achterlaten. Wat vond jij van deze video? En dan sturen we je een reactie.